Welkom bij Your Life TV. Of je nou op het hoogste niveau traint, of je wilt gewoon gaan sparren in een sportschool. Boksen is een geduchte workout. Het snelle voeten- en vuistenwerk zorgen voor een flinke calorieverbranding, maar ook voor kracht en mooie spieren. Ik ben Django. Ik ga jullie straks de 4 bokstechnieken laten zien. Maar voordat we beginnen, gaan we eerst even de basis uitleggen. De startpositie, hoe we gaan beginnen met boksen. Allereerst zet je voeten op je heupbreedte neer. Dan doe je met je slechte been een stap naar voren. Je sterke hand zet je achter tegen je kin aan. Je minder sterke hand die zet je er schuin voor, goed voor het gezicht, zodat je je gezicht kan beschermen. Je hand maak je goed sterk, dus je maakt een sterke vuist. En je pols hou je recht om blessures te voorkomen. Dan ga ik jullie nu de 4 basistechnieken laten zien. Stoot 1. De jab, dat is een stoot met je voorste hand, dus met je verkeerde hand. Wat je doet, is je geeft een krachtige slag richting de bokszak. Wat je dan doet, is je draait je voorste voet draait een stukje naar binnen en je achterste voet gaat naar buiten, zodat wanneer je de cross geeft, dat je je heup erin kan gooien. Dus wat belangrijk is, bij de cross, is dat je goed met je lichaam werkt, dus niet alleen vanuit je schouders. De hoek. We trekken de arm een stukje terug. We gooien een goede zwaai en in die zwaai gooi je eigenlijk je heupen naar voren en draai je voeten naar buiten. Belangrijk is, dat je niet je arm zo hebt, maar dat we hem zo hebben. Wat we bij de upper doen, is je maakt jezelf klein. Je trekt je arm terug en wanneer we omhoog komen, kom je met een explosieve beweging vanuit je been, stoot je hem omhoog. Enthousiast worden over boksen? Je bent van harte welkom tijdens mijn les of tijdens de les van een van mijn collega's. Hoi!